Wij hoorden Paulus zeggen, als God voor ons is. Renske gaat nu zingen, If God is for us. Thank you.
Onze lezing uit het Oude Testament is uit het boek van Job. Een collega van me kwam een keer bij een oude mevrouw die 8 kinderen ter wereld gebracht had. Toen ze stierf, had ze alleen nog 1 dochter over. 7 van haar kinderen had ze verloren. En op het moment dat mijn collega daar binnen stapte, zat ze in de Bijbel te lezen. En hij vroeg, wat leest u? Ze zei, ik lees vaak Job. Want Job begrijpt mij. En ik begrijp Job. Wij horen hoe een mens zo eenzaam zich voelt. Ik lees u uit Job 19, vanaf vers 13. Mijn broeders heeft hij van ver van mij weggedaan, en wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg, en mijn bekenden vergeten me. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik roep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken ze me tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. Slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 20. 1 Korinthe 15, 12 tot en met 20. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt,
is uw geloof zinloos? U bent dan nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. We zingen nu gezang 210. Sta op, een morgen ongedacht. Gezang 210. Waar hij ons hoofd is voorgegaan.
U vindt onze tekst vanmorgen in het boek van Job, uit wat we lazen, uit Job 19, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en ten laatste zal hij over het stof opstaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, luisteraars, kijkers, thuis. In de zomer van 1741 liep hij met zijn ziel onder de arm door Londen. De van oorsprong Duitse componist Georg Friedrich Händel merkte dat zijn carrière volkomen in het slop was geraakt. Er kwam bijna niemand meer naar de uitvoeringen van zijn werk. De mensen waren uitgekeken op zijn opera's en zijn oratoria. Inmiddels 56 jaar oud, bijna bankroet en helemaal gedesillusioneerd, overwoog hij om maar terug te keren naar zijn geboorteland. Hij voelde zich in de steek gelaten, miskend, eenzaam. Er kwam ook niets meer uit zijn handen. Op een dag in augustus kreeg hij bezoek van Charles Jennens, een tekstschrijver met wie hij al eerder had samengewerkt. Jennens had een pak papier bij zich. Hij was er eens voor gaan zitten en had in de Bijbel, in de King James Bijbel, de oude vertaling in Engeland, een aantal teksten gezocht over Jezus, over de Messias. Profetieën uit het Oude Testament, teksten uit het evangelie van zijn geboorte, over zijn lijden en sterven en opstanding, hemelvaart en wederkomst. En hij had daar een heel oratorium van gemaakt in 3 delen. En ik kwam aan Händel vragen, zou u daar muziek bij kunnen maken? En toen Händel die teksten bestudeerde, het waren allemaal letterlijk bijbelteksten, gebeurde er iets bijzonders. Hij werd gegrepen door de teksten. En er kwam een enorme inspiratie over hem. Hij sloot zich op in zijn werkkamer. En in 24 dagen had hij imposante Messiah voltooid. Het duurt 2,5 uur om hem helemaal uit te voeren. 24 dagen. En het gebeurde dat wanneer zijn bediende had aangeklopt te zeggen, meneer, uw maaltijd, dat hij enkele uren later terugkwam en het eten onaangeroerd mee terugnam. En toen Händel het tweede deel voltooid had met het indrukwekkende Halleluja-koor, toen vond zijn bediende hem in tranen. Hij zei, ik denk dat ik de hemel en dat ik God gezien heb. Op 13 april 1742, dat is morgen precies 278 jaar geleden, is de Messiaen voor het eerst uitgevoerd onder leiding van de componist in Dublin in Ierland. En vanaf ongeveer 1750 is in Engeland de traditie ontstaan om elk jaar de Messiaen uit te voeren. Aanvankelijk, zoals de componist het ook bedoeld had, in de paastijd, maar later meestal in de tijd rond kerst. Waarom vertel ik dit? Omdat wij vandaag 2 aria's
uit de Messia horen. Zojuist al hoorden we Renske zingen, If God is for us, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dat God voor ons is, dat heeft Hij eens en voor altijd bewezen in het kruis en de opstanding van zijn Zoon. Het is trouwens heel opmerkelijk dat Paulus zegt dat Pasen nog meer betekent dan Goede Vrijdag. We hoorden hem zeggen, Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En waarom is dat nou zo? Waarom is Pasen nog meer dan Goede Vrijdag? Misschien kan je het zo zeggen. Op Goede Vrijdag is het offer gebracht. Op Pasen is geopenbaard dat het aanvaard is. En dat nu de schuld verzoend is. Volkomen verzoend is. Dat als het ware de dood zijn bestaansrecht heeft verloren. Daarom hoorden wij Paulus ook in zijn geloofsbelijdenis als volgt eindigen. Ik ben overtuigd, ik ben er zeker van, zegt hij, dat niets, dat niemand ons kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dat kan zelfs de dood niet. De dood maakt scheiding en wat doet dat zeer? Tussen mensen die elkaar lief hebben. En hoe schrijnend dat op dit moment mensen moeten sterven zonder de aanwezigheid van hun geliefden. De dood brengt scheiding en wat doet dat pijn? Maar wat de dood niet vermag, zij kan ons niet scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus. Integendeel, de dood brengt ons in die liefde voorgoed thuis. Wij hoorden de geloofsbelijdenis van Paulus. Die staat of valt met het kruis en de opstanding van Christus. Onze eigen geloofsbelijdenis, en ik vind dat altijd het meest indrukwekkend om de geloofsbelijdenis uit te spreken bij een open graf. Waar je zo rondom de werkelijkheid ziet van het sterven. De macht van de dood. En dan spreek je uit dat je gelooft dat Christus gestorven is, begraven, maar op de derde dag opgestaan van de doden. En dat je daarom gelooft in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Let op dat laatste woord, dat hoeven wij niet te geven aan de dood. Omdat Christus is opgestaan, omdat wij een levende heiland hebben. Daarvan zal Renske straks zingen. I know that my Redeemer liveth. Een tekst van Job. Job, de mens die in één dag alles is kwijtgeraakt.
al zijn bezittingen, zijn 10 kinderen, in zekere zin zijn gezondheid, zijn vrouw, zijn vrienden, die als vreemden voor hem zijn geworden. Job, in één dag van spreekwoordelijk rijk tot spreekwoordelijk arm. Job, in één dag is zijn leven alleen maar lijden geworden. Een welgedaan mens, een man van smarten. Eén grote worsteling. Een worsteling met God. Een worsteling met het waarom. Een worsteling ook met zijn vrienden, die alles zo keurig, zo logisch, zo theologisch op een rijtje hebben, in een kloppend dogmatisch systeem. Daarom, Job. Job klaagt ook in hoofdstuk 19. Hoe hij eigenlijk alles en iedereen tegen heeft gekregen. We hoorden dat zelfs kleine kinderen hem uit de weg gaan. Dat zijn vrouw walgt van zijn adem. Dat zijn vrienden zich verre houden. En hoe schrijnend in onze tijd om te horen wat hij zegt. Mijn naaste verwanten blijven weg. Job heeft alles en iedereen tegengekregen. Ja, hij heeft zelfs God tegengekregen. Dat is wel het ergste. Dat hij zich van mensen verlaten voelt, maar dat God hem verlaten heeft. En midden in dat donkere van Job, al dat verdriet waarvan hij zegt, werd het maar opgeschreven, werd het maar geboekstaafd en horen jullie het wel en dringt het wel tot je door, ontferm je dan toch over me. Midden in al die noodkreten, hoe wonderlijk. Ineens, alsof het licht doorbreekt in de duisternis, ineens, alsof het geloof door alle twijfel en aanvechting en worsteling heen breekt, ineens horen we hem zeggen, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Wonderlijk, hoe Job ineens, waar die voortdurend klaagt, alles en iedereen is tegen mij, God is tegen mij, dat hij ineens zegt, en toch weet ik, God is niet tegen mij, God is voor mij, want je verlosser is er voor jou. Eigenlijk gebruikt Job het woord losser in het Hebreeuws goel. En wij kennen de figuur van de losser uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uit het boekje Rut. De familie van Elimelech is verarmd. Het erfdeel der vaderen is verloren gegaan, maar dan komt Boas. En Boas koopt het land weer terug en geeft het weer terug aan de familie van Naomi. En als het gebeurt dat een Israëliet zich als slaaf heeft moeten verkopen, dan komt de losser en die betaalt de losprijs, zodat jij weer vrij man kunt worden. Ik weet, mijn losser leeft. En ten laatste, zegt Job, zal hij opstaan. Zal hij opstaan. Als in de Bijbel over het opstaan van God gaat,
dan betekent dat altijd dat God zich als het ware van zijn zetel verheft en toekomt, naar ons toekomt om te helpen. He, Psalm 68, de Heer zal opstaan tot de strijd, laat de vijanden zich dan bergen. Als hij er zelf aan te pas komt, Job gelooft, hij zal opstaan, ten laatste. Ten laatste, dat betekent, ja, het kan lang duren, maar er komt een dag, dan komt hij er aan te pas. Er komt een dag, dan zal hij toch de beslissing brengen, zal hij het laatste woord hebben. Job ziet er nog niks van, maar hij houdt er zich aan vast. Dat te midden van alles wat tegen is en dwars tegen al die aanvechting en nood en duisternis in zijn leven in en dwars tegen de rechtlijnige redeneringen van zijn vrienden in. De Heer zal opstaan en hij zal hem het goede doen zien. Joodse uitleggers wijzen dan ook op het slot van het boekje Job, waar God het tegen de vrienden voor Job opneemt. God is voor hem. En hij herstelt hem in zijn eer, in zijn bezit, in zijn geluk. De Joodse uitleggers zeggen dus, Job zal nog bij zijn leven ervaren de goedheid van God. Als wij als christenen deze tekst lezen, ik weet, mijn losser, mijn verlosser leeft, dan doen wij dat net als Händel in het licht van Pasen. Wij lezen onze tekst in het licht van de opstanding van Christus. Onze verlosser. Onze verlosser die de losprijs wilde betalen om ons te bevrijden uit de macht van de zonde en zelfs van de dood. Christus die mens geworden is. Die neergedaald is in ons menselijk bestaan. Ook met al zijn nood en met al zijn ellende, zelfs met zijn schuld en met zijn dood. Hij is er een van ons geworden. Christus heeft ons bestaan gedeeld tot in de dood, ja zelfs tot in de hel. Maar ten laatste is hij opgestaan uit het stof. Mensen, laten we dat in deze dagen zo vol van zorgen, zo vol van onzekerheid, want wij hebben nog geen vermoeden wat dit virus allemaal teweeg zal brengen, hoe lang het nog rond zal waren, hoe lang het nog ons zal bedreigen. En we hebben geen idee wat de gevolgen zullen zijn in de economie. Laten wij elkaar bemoedigen. En laten we tegen elkaar zeggen, maar we hebben een Heer die leeft, die is opgestaan. En zijn heil reikt verder dan ons leven lang of misschien kort is. Ten slotte dit. Ik werd getroffen toen ik deze tekst in de grondtekst las door het persoonlijk voornaamwoord. U moet weten, het Hebreeuws kent natuurlijk ook woorden als ik en jij en hij en zij en wij. Maar meestal gebruiken ze die niet, want in de vorm van het werkwoord kun je al zien welke persoon wordt gebruikt. Dus ik weet komt van het werkwoord yada,
dat is gewoon yadati. Yadati, ik weet. Maar toen ik de tekst in het Hebreeuws las, toen zag ik dat Job eigenlijk dat woord ik enorm onderstreept, want die zegt eni yadati. Dus hij zegt eigenlijk ik weet. Nou begrijpt u wel waar ik naartoe wil. En dan begrijpt u wel waar het op aankomt. Op het persoonlijke geloof. Want het is mooi als je kan zeggen hij gelooft, zij gelooft, wij geloven. Maar het wordt pas echt Pasen. Als je mag zeggen in een vast vertrouwen en in een zeker weten. I know that my Redeemer liveth. Amen. Destroy.